Hallo allemaal, Walter van den Berg, Ruimte 2020. Ik kende de schrijver niet, ik vond het een fantastisch boek. Echt een knappe schrijver. Ruimte is een knap gecomponeerde roman over pijnlijke en dramatische onderwerpen. Schuldgevoel, zelfmoord en zelfmoordneigingen. Aan het eind van het boek staat ook een nummer dat je kunt draaien als je zelf in nood bent. Huiselijk geweld. Opgroeien in een gezin met een gewelddadige vader, innerlijke onmacht, het internet als vluchtig communicatiemiddel, wat heel gevaarlijk kan zijn, en een zelfhulpboek met ruimte als thema. Je begrijpt wel, daar is de titel uit afgeleid. Een goede samenvatting vind je op scholieren.com. Die kun je gebruiken, eerst eens even goed lezen. Weer even herhalen voor jezelf, waar ging het ook alweer over? Wat gebeurde er allemaal? Want ik stoot direct door naar die thema's. In de eerste plaats schuld of schuldgevoel. Het verschil is nog even belangrijk om vast te stellen. Als je schuldig bent, heb je schuld. Maar soms heb je ook schuldgevoel. En dan zijn er een heleboel mensen in je omgeving die die schuld niet zien. En die denken van iemand heeft wel schuldgevoel, maar de werkelijke schuld is eigenlijk afwezig. Het is niet nodig dat hij schuldgevoel heeft. Het zit allebei wel een beetje in het boek, denk ik. Dimfy, de moeder, vindt dat de gewelddadige jaren met Erik er niet waren geweest als Wesley, toen Erik aankondigde om weg te gaan, niet was gaan huilen. Dus dan is het Wesley's schuld dat ze zulke moeilijke jaren met die gewelddadige Erik had. Eigenlijk vindt ze dat. Ze wil zich dat ook maar half toestaan om te denken, maar ze vindt dat eigenlijk wel. Het filmpje dat rondgaat op internet, waarin Wesley tegen Stefan zegt: maak er dan maar een eind aan. En Stefan heeft een heleboel vragen gesteld. En daar heeft hij eigenlijk geen antwoord op. En nou, hij moet iets antwoorden en hij zegt dan vanuit zijn zelfhulpenboek, nou ik weet het ook niet, maak er maar een eind aan. En het is bedoeld als grap, maar het komt natuurlijk helemaal niet zo over. En in de confrontatie met Stefans moeder zegt hij zelfs: ik zou er ook een eind aan maken als ik zo'n moeder als jij had. Nou, dat zijn vreselijke uitspraken en daar zou hij zeker schuldgevoel over moeten hebben, omdat hij haar zo onheus bejegend heeft. En aanvankelijk verdedigt hij zich ook door te stellen dat het onhandigheid van hem was. En ik geloof zelfs dat hij daar gelijk in heeft, want sociaal onhandig is hij zeker. Dat blijkt ook uit de rest van het boek heel duidelijk. Hij kan niet goed met mensen omgaan. En hij is degene die een zelfhulpenboek heeft geschreven over een respectvolle en soepele omgang met jezelf en met anderen. En dan gaat hij dit zeggen. Dus ja, daar laat hij dus wel schuld op zich. Uit zijn paniekreactie en zijn vlucht begrijpen we ook, ondanks zijn verdediging, dat hij worstelt met zijn schuldgevoel hierover. Citaat: de onzichtbare man wil geen ruimte. Hij wil oplossen in de ruimte. Nou, dat is wat hij eigenlijk wel zou willen nadat hij dat gezegd heeft. Een vacuüm achterlaten, ook citaat. Hij wil een vacuüm achterlaten. Met andere woorden, had ik het maar niet gezegd, had ik het maar niet gedaan. En daar blijkt zijn schuldgevoel uit. Of hij werkelijk schuldig is, is maar de vraag. We zullen straks een citaat tegenkomen waarin hij zijn lezers zelf aanraadt om de problemen van anderen bij de anderen te laten en je eigen problemen op te lossen. Maar die van anderen kun je toch niet oplossen, dus die laat je dan ook maar gaan. Zo krijgt Wesley dus de schuld van de zelfmoord van Stefan. En vooral Dimfy heeft last van schuldgevoelens. Ze denkt dat ze tegen de mannen die haar sloegen of verlieten te veel gezeurd heeft. Dus ze denkt: ik heb zoveel gezeurd, daarom zijn ze weggegaan. En dan is het mijn schuld. Dat kun je heel nadrukkelijk naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Daarvan kun je zeggen dat is schuldgevoel dat niet terecht is. Want zoveel noten had ze nou ook weer niet op haar zang. Het waren gewoon de verkeerde mannen.
En dat ook terwijl ze het slachtoffer is van wat in het boek een kutjeugd wordt genoemd, waarin ze in een soort assepoestersituatie is opgegroeid met een hele nare stiefmoeder als plaaggeest. Dat Wesley zich schuldig voelt, blijkt ook daaruit dat hij een verontschuldigingsfilmpje op het internet zet en dat zijn agent zich van hem distantieert. Die wil niet besmet worden door wat hij gedaan heeft, wel contact met hem heeft en hij gaat daar voor het eerst heen en ontmoet die man dan in levende lijven. Dat vond ik ook al wel heel sprekend. Die agent wil echt niet met schuld besmet worden. Wesley voelt zich ook schuldig over zijn slapen in de bunker. Hij heeft het over Eriks tijd als voor de bunker en na de bunker. Want hij is op een gegeven moment gaan dwalen toen ze gingen vissen. En toen is hij gaan slapen in zo'n bunker. En toen was Erik was hem kwijt. En toen heeft hij Erik zich had al een halve krat bier op en met 150 km per uur teruggereden naar Dimfie. Uiteindelijk is hij toen na die periode gaan slaan voor de bunker en na de bunker. Moeder Dimfie voelt zich schuldig over het feit dat ze geen man aan zich kan binden. Het tegenstrijdige is, schijnbaar tegenstrijdige, het paradoxale heet dat, is dat ze het meest gebonden blijft aan, in haar gedachten en dromen, aan die Erik. Daar blijft ze tot aan het eind van haar leven eigenlijk mee bezig. En ze viert zelfs het 25-jarig jubileum van het moment dat ze bij Erik zijn weggegaan. Want dat doen ze. Ze gaan samen, stappen ze op de bus en verlaten diezelfde Erik. Natuurlijk voelt Wesley zich schuldig tegenover de moeder van Stefan. Na haar diep beledigd te hebben, beledigt hij haar voor de tweede keer en nu met een andere uitspraak: ik heb die gekte er bij je zoon niet ingestopt. Met andere woorden, je zoon is gek, daarom heeft hij zelfmoord gepleegd. Hij krijgt dan een knal voor zijn kop. Hij heeft moeite om bij deze hele situatie, zegt hij tegen Bloem, zijn ex-vriendinnetje. Hij heeft moeite er iets bij te voelen. En dat is denk ik een van de problemen die hij als gevolg van zijn jeugd heeft, dat hij in het algemeen niet zo goed is in voelen. Er komt geen enkel gevoel binnen, is een citaat. En daar waar je wel zou moeten voelen, kan hij niet voelen. Als er meer dan 30 aangekondigde zelfmoorden op de teller staan op internet, daar is een teller neergezet en dat filmpje is viraal gegaan en 30 anderen hebben aangekondigd: ik ga mijn leven ook beëindigen, heel dramatisch. En nadat het filmpje dus viraal gegaan is en op het internet kwam met de uitspraken, ontmoet hij de moeder van Stefan midden in de nacht voor de deur van de club in het hotel opnieuw. Ook de moeder van Stefan voelt zich schuldig, dus daar speelt ook een schuldgevoel. Waarschijnlijk heeft ze gedacht: hoe had ik mijn jongen kunnen redden? Ik had dit moeten doen, of zus moeten doen, of zo moeten doen. Dat heb je altijd bij een zelfdoding. Maar, zegt ze tegen hem, jij hebt het tegen haar gezegd. Dan is er opnieuw een verontschuldiging bij Wesley. Hij biedt zich aan om pijn te ervaren. Hij zegt: wil je me pijn doen? Dan moet je me het allerbelangrijkste over Stefan vertellen. En ze schrijft wel wat op, maar zegt hem: ik ga jou die pijn niet geven. Die is van mij. Wat ze wel doet, is een pen in zijn schouder rammen, die er rechtop in blijft staan. En dan wordt hij door de chauffeur van zijn taxi, waar hij de hele nacht al in rondreed, naar het ziekenhuis gebracht. En daar moet hij verder met zijn schuldgevoel. Hij kent ook schuldgevoel ten opzichte van zijn biologische vader. Toen hij ziek was, heeft hij zijn vader verwaarloosd en niet veel met hem gepraat. En dat is volgens mij weer onterecht schuldgevoel, want die vader heeft het omgekeerde gedaan. Die is in zijn leven steeds voor een half jaar als baggeraar ergens in de wereld weggegaan, terwijl andere baggeraars zijn gezin wel meenamen. En ja, hij kent hem dus eigenlijk nauwelijks als vader.
Maar hij vindt toch, ik had beter mijn best moeten doen. De moeder van Stefan schrijft op zijn boek: Stefan was een goede jongen en ik kan daar nu geen voorbeelden van geven, maar ik snap niet dat hij mij alleen heeft gelaten en ik zal het hem nooit vergeven. Ja, hij is overleden, dus dat is wel raar. Ik zal het hem nooit vergeven is, ik wil hem, hij heeft eeuwig, staat hij voor, bij mij in het krijt, eeuwig schuldgevoel. Dan iets naars, de zelfmoord of de zelfmoordneigingen. Als Stefan na de uitspraak van Wesley, maak er dan maar een eind aan, zelfmoord pleegt, wordt het filmpje op internet snel verspreid. De negatieve reacties van tal van zijn volgers zijn buitengewoon. Ze buitelen over elkaar. Bekend als hij is van zijn zelfhulpboek, waar een miljoen stuks van verkocht zijn, is het ook duidelijk dat ze hem moeten hebben. En hij heeft zo'n grote bekendheid dat het ook logisch is dat er zoveel reacties komen. Er komt dan, op een gegeven moment verschijnt er dan op internet een teller over aangekondigde zelfmoorden. Dat is wel iets wat je in de gaten moet houden, dat je het op tentamen niet verkeerd zegt, dat het allemaal zelfmoorden waren. Het zijn aangekondigde zelfmoorden. Dus we moeten nog maar zien of die zelfmoorden ook inderdaad gepleegd worden. En die teller staat al gauw op meer dan 30. Uit het zelfhulpboek had Wesley zelf een passage kunnen toepassen op deze situatie, wat het schuldgevoel betreft. Hij heeft namelijk gezegd in dat zelfhulpboek, ik citeer, als andere mensen hun problemen niet kunnen oplossen, dan is dat niet jouw probleem. En dat is wel heel hard als je dat nu zegt na wat je gedaan hebt. Maar in principe had hij dat kunnen doen. Maar we zullen straks ook zien dat hij wel dat zelfhulpboek geschreven heeft, gebaseerd op de ideeën van Bloem, waar hij heel veel van geleerd heeft, dat meisje, die psychologe. Maar daartoe ontbreekt hem toch de moed en het kalme overleg om dat ook allemaal op zichzelf toe te passen. En hij heeft maar half begrepen wat hij eigenlijk heeft opgeschreven volgens Bloem. Dus hij heeft wel dat boek uitgegeven en zelfhulp is wel een enorm succes geworden. En hij heeft ook goede praatjes daarbij gehouden. En hij was ook ontzaglijk populair. En veel mensen zeggen, we hebben er heel veel aan gehad. Maar ja, het is toch zo dat dat een boek is dat hij zelf niet opvolgt. En ja, wat is dan je zelfhulpboek waard? Dan het huiselijk geweld. In het boek draait het om de gewelddadige relatie. De gewelddadige relatie in het gezin van Dimfy in de eerste plaats. Met Erik dus, die het gewelddadigste is. George, de andere man die één keer zijn moeder slaat en haar dan verlaat om haar gezeur, vindt hij zelf. De relatie met haar eerste man, de biologische vader van onze held Wesley, wordt gekenmerkt door de afwezigheid van vader die baggeraar is en maanden weg is. En als hij weer eens thuis is, niet als vader wordt herkend door Wesley en erkent niet, maar herkent, die wordt niet door Wesley wordt herkend, en die een sukkel was. Dat betekent dat Wesley vaderloos opgroeit. En juist die vaderloosheid verbindt hem met Stefan aan het eind van het boek. En wat die moeder over Stefan heeft geschreven. Die zelf na het lezen van het boek zegt dat zijn beleven precies zo is als dat van de schrijver van het zelfhulpboek Wesley. Hij zegt, mijn leven is precies zoals dat van jou. Dus hij zit in diezelfde situatie en dat gaat op het eind een bepaalde rol spelen, kom ik nog op. Erik drinkt zich regelmatig een delirium. Hij is bang voor slangen. En die zie je heel vaak als je een delirium tremens hebt. Dan zie je allerlei beestjes, insecten en het kan ook slangen zijn. En na een positieve start, voor en na de bunker, dus voor de bunker, slaat hij de moeder van Wesley een paar keer per week in elkaar.
Het geweld wordt zo hevig dat ze weg moeten, anders overleven ze het niet. De volgorde is irritatie, drinken, klappen en haar zogenaamde privépijn geven. Dat is pijn die ze niet uit, waarbij ze niet schreeuwt van pijn, hoewel het wel harde klappen zijn. Maar die ze voor zichzelf probeert te houden, dat doet ze natuurlijk om haar zoon buitenschot te laten. Tijdens het slaan doet ze alles om niet te kreunen of te schreeuwen van de pijn, maar dat mislukt altijd, één keer. Citaat: in de nacht is de muur het dikst. Dat zinnetje komt een paar keer in de roman voor. En dan, dus 's nachts hoor je het minst van die verschrikking van het slaan. Die Wesley ligt aan de andere kant van de muur. Dan is er weinig van te horen, maar hij hoort het toch. Dus zullen we straks zien dat er een zinnetje is dat ook steeds terugkomt. Dat hij toch altijd wel één keer hoort. Omdat zijn moeder ook maar één keer van pijn schreeuwt. Wesley bouwt een muur op om bij de mishandeling niets te voelen. En dat kon wel eens de oorzaak zijn van het feit dat hij helemaal niet zoveel kan voelen. Wesley leeft wel steeds met de angst, straks heeft hij je door en dan slaat hij jou ook in elkaar. Maar dat gebeurt helemaal niet, want het bijzondere is dat Erik voor Wesley een betere vader is dan zijn biologische. Hij doet hele leuke dingen met hem. Hij slaat hem nooit. Hij gaat leuk met hem vissen. En op een gegeven moment bij het vissen verdwijnt hij dan en dan gaat hij in die bunker slapen. Nou, dat is dan een beetje een dieptepunt, maar voor de rest is het heel leuk. Dus heeft Wesley een zogenaamd loyaliteitsconflict. Ja, waar moet ik nu voor kiezen? Moet ik nu voor Erik kiezen? Nou, dat kan eigenlijk niet, want die slaat mijn moeder. En of moet ik nu voor mijn moeder kiezen en tegen Erik? Ja, die is zo aardig voor mij. Dus dat is een bijzonder moeilijke situatie die wel een loyaliteitsconflict wordt genoemd. In de nacht is de muur het dikst en dat zinnetje wat ik ook wil noemen hier is: maar ik hoorde je wel. Dus hij hoorde altijd wel één keer dat ze een schreeuw afgaf van pijn. Het opgroeien met een gewelddadige vader heeft dus een loyaliteitsconflict tot gevolg. En het verlaten van Erik is voor zijn moeder en voor hem, maar vooral voor zijn moeder, een trauma waar ze levenslang mee bezig is. Ze is levenslang in die bus aan het blijven stappen. Het leidt ertoe aan het slot van de roman dat hij moet erkennen dat hij zijn vader mist. Ja, welke vader dan? Ja, een vader, denk ik. Niet zozeer die zullige vader uit het begin die verder wel aardig was en die zelfs toen hij doodging heeft gevraagd aan hem: wil je voor moeder zorgen? Maar nee, het is wel zo dat hij zonder vader opgroeit en vaak graag een vader heeft gehad. Net als die Stefan. En daarom is een van de laatste zinnetjes, of het laatste zinnetje, ik geloof dat ik je begrijp. Van Wesley aan die Stefan die inmiddels zelfmoord heeft gepleegd. Net als Stefan, die zonder vader opgroeit en zijn moeder de sterkste persoon in de wereld vindt. En dat vindt eigenlijk Wesley ook. We hebben veel overeenkomsten, Stefan, want ik geloof dat ik je nu begrijp, staat aan het eind van de roman. En dat begrijp je nu ik dit heb uitgelegd beter. Hij begrijpt de pijn en de wanhoop van Stefan, die ook zijn pijn en zijn wanhoop zijn, en het gemis van een vader. En dat erkent hij nu. Dan de innerlijke onmacht. Wanneer heb je innerlijke onmacht? Nou, als je niet in staat bent om bepaalde psychologische houdingen aan te nemen. Zowel Dimfy als Wesley zijn innerlijk onmachtig en vooral onhandig in het sociale contact. Ze groeien helemaal geïsoleerd op. Heel raar is dat die Wesley geen vriendjes heeft, dat die moeder geen man aan zich kan binden, maar ook geen vrienden of bekenden, dat ze heel geïsoleerd zijn. Ze kunnen al helemaal geen partners of vrienden langere tijd aan zich binden. Ze hebben wel eens een keer een contact, maar ze zijn daartoe innerlijk niet in staat.
Daarvoor heb je namelijk bijvoorbeeld vertrouwen in de ander nodig. En dat hebben ze niet geleerd. Beiden zijn opgegroeid in een moeilijke gezinssituatie. Alle twee, hè? Want Dimpy heeft een moeder gehad die een soort assenpoester was. En denk even terug aan het incident dat ze vermeldt met spelden in een katje steken, spelden in de poes steken. En Wesley met zijn beschadigde moeder en zijn vreselijke vader. Nou ja, dan begrijp je wel, die gezinssituatie is voor hen beiden heel erg moeilijk. Er zijn een paar vaders geweest. Frank was de sukkel die veel van huis was. Erik was de gewelddadige drinker. George was de gladjanus, die ook heel erg onbetrouwbaar was. En wat ik ook opvallend voor die opvoedingssituatie vind, is dat die Wesley zijn school niet afmaakt, maar dat zijn moeder zelfs dat niet zeker weet, of die nou wel of niet van zijn school heeft afgemaakt. En ze denkt later, als ze in het verpleeghuis zit, heeft hij nou gezegd dat hij zijn diploma heeft gehaald en dat er een diploma-uitreiking is geweest of niet. Dan weet ze dat niet meer. Wesley heeft een zelfhulpenboek geschreven omdat hij zelf niet goed raad weet met de wereld buiten de computer om. Hij kon dus heel goed programma's bouwen en spelletjes, heel succesvol, en hij heeft dat boek geschreven. Maar dat succes is hem eigenlijk in de schoot geworpen. Het is meer zo dat dat toevallig zo gegaan is dan dat hij dat allemaal gepland heeft. Hij heeft geen volwassen reactie met met vrouwen, hoewel hij al ver in de 20 is. Een seksueel leven schijnt hij er niet op na te houden, is in het hele boek komt dat niet voor. Opvallend heeft hij heeft een agent voor zijn werk en die heeft hij nog nooit gezien. Dat geeft alleen alweer wat voor soort persoon op zichzelf hij is. Hij neemt ook daarin geen ruimte in. Dimpy en Wesley zijn beide onmachtig hun leven zelf richting te geven. Wesley rolt toevalligerwijs in de computerwereld. En ook het succes van zijn eerste computerspel. Nou, daar kijkt hij eigenlijk zelf van op. Dan schrijft hij een boek. Lijkt meer terloops en toevallig een succes geworden te zijn. Nou ja, als het dan eenmaal een succes is, dan gaat hij er wel vol voor en gaat hij in Londen wonen. Dan wordt hij al wat zelfstandiger. Wesley lukt het niet om te voelen. Hij is het liefst onzichtbaar. Ik denk dat dat ook wel de essentie is, hoor. Als je kijkt naar de titel De Ruimte. Hij zou liever helemaal in de ruimte verdwijnen. Hij is liefst onzichtbaar, neemt geen ruimte in. Voor zijn moeder lijkt dat al helemaal te gelden. Ze lijkt een speelbal van alle halfbakken mannen met wie ze iets krijgt, gaat problemen uit de weg door geen ruimte in te nemen en wordt juist daardoor geslagen. Dus de kans is in een relatie, als je helemaal niet op je strepen staat en niet zegt, nou, ik wil dit wel of ik wil dit niet en daar en daarom, ja, dan word je een makkelijk slachtoffer van iemand die geweld gebruikt. En ze laat zich gedurende langere tijd slaan. Dat één keer voorkomt, is tot daaraan toe. Maar dan ga je toch onmiddellijk scheiden of je stelt eisen dat het nooit meer voorkomt of wat dan ook. Maar je doet er wat aan. Dat doet Dimpy niet. Wesley kan de relatie met Bloem, dat meisje dat psycholoog is, niet vasthouden, doordat de moeilijkheden uit zijn jeugd een gezonde relatie in de weg staan. En zij is een hele goede observator en ze heeft hem helemaal door. En innerlijk begrijpt hij niet wat Bloem hem voorhoudt. Maar hij onthoudt het allemaal wel, zegt zij. Je hebt het allemaal heel goed onthouden. En dus heb je het opgeschreven. Bij sommige mannen word jij weer een jongetje, zegt ze. En dat heeft hij zelf helemaal niet door, dat dat het geval is. Ja, als nu ze het tegen hem gezegd heeft, druppelt er wel iets in zijn bewustzijn door. Maar en dat leidt dus naar het zelfhulpboek. En daar komen we zo op. Internet is een middel waar je heel snel bekend kunt worden en beroemd kunt worden met filmpjes. Dat weten jullie als geen ander.
en in korte tijd een grote populariteit kan opbouwen. Als je dat combineert met het schrijven van een boek, dan kan dat heel hard gaan. Maar het is een heel gevaarlijk communicatiemiddel, juist omdat het zo vluchtig is en omdat het geen context biedt, kan bieden. Ze kunnen zomaar een uitspraak van jou op het internet zetten, er een filmpje omheen bouwen en dan lijkt het net alsof die je iets bedoelt, maar de context is helemaal niet aanwezig. Dus het is zeker met die moderne middelen waar ze je ook nog dingen kunnen laten zeggen die je helemaal nooit gezegd hebt, is dat hartstikke gevaarlijk. Op internet heeft Wesley zo'n enorme populaire groep mensen door zijn optredens voor jongeren heeft hij filmpjes gezet en heeft hij een hele groep volgers, hè? Hij is immens populair en door jonge mannen wordt hij vooral aanbeden die vastgeplakt zaten aan de computer en het internet en vergeten zijn wat er in het werkelijke leven te koop is. Vaak vrijgezel zijn, maagd, seksueel niet actief, maar altijd bezig met die computer. Kortom, nerds. Die doelgroep heeft hij aangeboord. Een zelfhulpboek van een nerd voor nerds, zou je kunnen zeggen. Hoe een bijna goeroe met zijn publiek en met zijn faam omgaat. Via het programmeren ontmoet hij dan Bloem, van wie hij therapeutische wijsheden leert, waarvan hij daar dan weer een heleboel gebruikt om een boek te maken. Een zelfhulpboek. Eigenlijk is dat ook voor hemzelf geschreven. Maar goed, het is bij een uitgever terechtgekomen en het is uitgegeven. Opvallend, en dat is denk ik wat je voor tentamen goed moet onthouden. Hij volgt zijn eigen adviezen helemaal niet op. Ik heb er al één genoemd die hij niet opvolgt, maar er zijn er meer. Hij heeft het bijvoorbeeld over verantwoordelijkheid voor je uitspraken genoemd. En toen gezegd, je moet de verantwoordelijkheid nemen. Maar die moeder van Stefan zegt, ongelooflijke lul die je bent. Je hebt geen verantwoordelijkheid genomen in het geval van Stefan. En je hebt zomaar iets tegen hem gezegd en nu is hij dood. En daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Hij zegt respectvol met vrouwen om te gaan in het boek, maar hij doet het tegenovergestelde. Je moet, zo stelt het boek, ruimte innemen. Zelfvertrouwen hebben, hè, betekent dat. Maar eigenlijk draait het dus om geloven in jezelf en daarna handelen, en dat heeft hij niet. Zowel hij als zijn moeder zijn liever onzichtbaar. Het staat verschillende keren in het boek. Was hij maar onzichtbaar. Wesley voelt zich vaak een jongetje. En reageert dus vanuit de mindset, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, van een jongetje. En daarom wil hij ook wegvluchten en weggaan. En ja, kan hij er helemaal niet mee omgaan, de situatie waarin hij terecht is gekomen. En heeft hij zichzelf ook niet kunnen beheersen, maar heeft hij een paar impulsuitspraken gedaan. Die dan op een gevaarlijk medium als internet razendsnel verspreid worden en je razendsnel kunnen vernietigen. Hij is kortom geen volwassen man die ruimte inneemt. Het zelfvertrouwen dat hij aan anderen wil verkopen, dat heeft hij zelf niet. Ik noem u tot slot bij dit boek een paar zinnetjes die je misschien ergens kunt noteren in je werkstuk of ja, op je lijst als je tentamen gaat doen en waarvan ik denk. Die moet je eigenlijk van dit boek onthouden. Natuurlijk die kwetsende zinnetjes. Maak er maar een eind aan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik bepaalde aspecten van mijn. Oh nee, sorry. Die noem ik ook nog, maar dat is een andere. De eerste is maak er maar een eind aan. En de tweede is, ik zou er ook een eind aan maken als ik een moeder als jij had. Tegen die moeder. Dan over zijn gebruik van het zelf. Hulpboek. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bepaalde aspecten van mijn boek zelf niet helemaal in de praktijk kan brengen, dus het niet in de praktijk brengen van het boek. Dan de uitspraak over die
Mishandeling, in de nacht is de muur het dikst. En wat ik ook een opvallend moment vond, was als hij bij die agent is en hij is zo ontactisch en zo onhandig om op een gegeven moment, juist als ze een drankje gaan nemen, geloof ik, te gaan zeggen, je gaat niet aan me zitten, toch? Dat is net zo dom als, net zo onhandig, nee, dom is niet het goede woord. Dat is net zo onhandig als dat hij tegen die Victoria's Secret, tegen die hele mooie meid zegt, maak ik een kans, waarop zij zegt, nu niet meer, nu je dit gevraagd hebt. Ja, daar kon je op wachten natuurlijk. Zoiets vraag je niet. En dan tenslotte het droevige zinnetje, maar ik hoorde je, dat is die moeder, maar ik hoorde je wel steunen of kreunen onder die klappen van Erik. Dat was het. Ik heb geprobeerd om wat extra diepte te geven aan het lezen van het boek. Zoals ik gezegd heb, scholieren.com moet je even lezen om gewoon even chronologisch netjes op een rijtje gezet te hebben. Waar ging het ook weer over? Wat gebeurt er allemaal? En dan kun je deze informatie uit dit filmpje goed gebruiken om een wat diepgravender gesprek met je docent te hebben. En dan denk ik wel dat ze er heel tevreden mee zullen zijn als je dit allemaal naar voren kan brengen. Dankjewel dat je weer op mijn kanaal afstemde. Heb je er echt wat van geleerd? Even me liken. En ik wens je weer een fijne dag. Tot ziens.